Oh. En Vincent is de rest van de deur. Pak hem! Ja, rustig. Oh, lekker! Jullie hebben zo'n zwaar mazzel de hele tijd! Hey kijkers van Michael's Terms! Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video! Vandaag hebben we een splinter nieuw concept voor jullie in Lucky Block. En het heet namelijk... Sponsblok. SpongeBob. Ik heb geen idee. Kestelblok. Ja. Kestel SpongeBob blok. Wij gaan vandaag namelijk niets minder dan... Schat, wat doe je nou? Dit is zonde. Deze weghalen. Kijk, oh, zo. Ja. Oh ja. Super zonde. Wij gaan vandaag een spelletje spelen dat heet... Ja, de naam weten we nog niet. Misschien dat ik die later nog wel even bedenk. Maar dit wordt een super tof concept idee. Deze is bedacht door Lars. Super awesome. Wij gaan namelijk een spelletje spelen dat je elkaar spons moet gaan slopen. Je mag je eigen kasteel op de redstone blokken bij ons de red kleed blokken, mag je zo en zo invullen. En bij jullie, welke kleur hebben jullie trouwens, jongens? Blauw, hè? Ja, paarsblauw. Oké, dus hun hebben dus paarsblauw. Dus dat houdt in dat wij dus dit moeten... Nee, schat, wat doe je nou? Schat, je moet wel echt even opletten hoe je dit in verdedigt. Kijk, dat wat je nu doet is goed. Ja, dat was ik ook van plan. Dus ik moet toch ook überhaupt een keer naar boven komen? En deze komen? Moet je zo doen. Kijk, bam. Mag zo, ik niet op naar boven lopen? Vooruit, omdat je het zo lief vraagt. Wij zijn dus druk... Ik kill mezelf even, anders kom ik daar boven niet meer. Maar mag je trouwens ook alleen maar over het pad heen lopen? Want anders hebben die eerste twee paren geen nut. Tuurlijk, je mag gewoon over het gras lopen. Maar we moeten wel reëel blijven verdedigen. Ja, schat, ik moet hier nog een blokje hebben als je over hebt. Oh ja, ik heb echt nog heel veel over. Kom eens hier, kill jezelf eens. Oh, oké, okay, snel. Skill. Tempo, up. Tempo. Ja. Oké. Okay. Hieromheen, ja. Dat mag niet. Er zit geen klei, lieve schat. Oh, huh? Waar niet? Ah, cheater. Oh, what the hell? Waarom hadden we dat de vorige keer dan wel? Omdat ik ze hierboven heb gedaan, maar dat heeft toch geen nut. Boefje. Dus dat jij hebt boefje. Eigenlijk gewoon vastgespeeld. Je matta broodje dat je er rondloopt. Ja, doe maar weer. Oké, dus hoe ver zijn jullie met het plaatsen van blokken? Ik ben klaar. Eva nog niet zo te zien. Ik heb nog 15 blokken, jeetje. Echt zoveel? Oh. Ik ben al lang klaar. Ja, I don't know how. Oké, zelfde tactiek, schat, weet je nog? Oké, dus ik zeg bij deze alvast sorry. We hebben al een take one gehad. Is iedereen er klaar voor? Zeker. Ja. Oké, ik tel af, ja? 3, 2, 1, go, 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 go. Dus we moeten gewoon elkaar spons breken en heb je dat gedaan, dan krijg je dus Lucky Blocks. Hey. Kom eens aan hoor, doei. Hey. Oké. Schat, reed achter me aan. Oh nee, goed zo. Oh, ik schoot Eva. Oké. Okay. Schat, let op de andere kant, let op de andere kant. Lars is in hun base. Weet je dat? Omdat ik die daar zag crouchen. Is dat zo, ja? Ja. Zie je? Daar is Lars. Uh-oh, nou je fucked. Kom hier! Lars! Dit is bijna dood, Lars. Echt? Oh, mijn leven. Als ik hem kan raken. Oké, die was raak. Waar is Lars? Schat! Ik heb pakken geraakt. Gaat het goed? Hoezo kan ik hem niet raken? Weet ik niet. Weet ik niet. Oh. Ik heb hem. We hebben best veel blokken kapot. Oké, go. Je mag geen blokken meer plaatsen, hè? We plaatsen helemaal niks. Ik zeg het alleen even. Oh, dit is moeilijk. Dit is echt moeilijk. Schat, help je nog? Of hoe zit het? Schat, ik heb echt de slechtste partner uitgekozen die er is. Ja, hallo. Komt tot een muurtje, hoor. Ga mij weer de schuld geven. Ik kan ook niet alles. Lars die rent er weer vandoor. Ja, hier. Kom op lieve schat. Waarom sta jij niet in de achterste linie? Je schiet eerst... Was jouw tactiek ook alweer? Ja, ik kan het niet vertellen, want jullie hebben het gemest. Afbokken jij. Schat! Nope. Lekker hakken. Nou, jij gaat Giel maar killen. Als ze een punt krijgen, dan hebben ze maar een punt. Ik ga je niet 3 kwartier wachten. Ja. Oké. GG. Oké, daar gaan we weer. Wacht. We hebben Lucky Blocks gekregen, toch? Ja, nee, die moeten we straks openen. Nu niet, straks pas. Oh, oké. Nee, ik snap hem. Echt, ik heb de slechtste teamgenoot uitgekozen die er bestaat.
Kijk, Giel die schiet tenminste raak met zijn pijlen. Nou, dat doet hij ook niet altijd in Eggwars of zo, maar... niet altijd. Hier. Ik heb je pas één keer geraakt. Ja, dat is leuk, maar waar is Lars dan? Oh. Wat? Oh, what the fuck, hoe kan Giel, dat? Giel, doe dat niet. Ja, oh, oh, sorry hoor. Graag. Veel Lars. Maar anders ja, komt hij ook bij ons door. Wij moeten nog meer potjes dan... Hey, nieuwe tactiek, want jouw tactiek, dat kan niet meer. Nou... Oh. Jammer. Dat is zo dichtbij. Oh. Go. Oh, Oké, ik blijf dan wel hier dan. Moet echt wennen aan die oude PvP weer. Ja, maar gaat je dat ook wel lukken? Ja, weet niet. Ja, ik ook niet. Hun hebben twee goede PvP'ers. Dat ging al. Nou, ik ben meer een bouwer, Vincent. Ik ben meer perfectionist. Nee, dat snap ik. Maar ja, ik heb iemand die ten eerste 30.000 pijlen per minuut misschiet. Wat? Wat? Hoezo? Ik zit niet in je team, hoor. Ik weet niet. Ik heb het niet over jou, ik heb het over Eva. Oh, oh nee, kijk dan. Ik kom gewoon nergens langs. Hey. Oh my god. Dit is echt erg. Volgens mij gaan we geen enkele lucky block krijgen. Ja, ik kan het niet in mijn eentje hier. In één keer was die hier en ik viel naar beneden en het ging dood en toen moest ik terug. Oh, jongens. Oh, komt die aan met zijn zwaard. Ja, maar ik kan niks. Oh, dit is echt gay. Ja. Dit is super moeilijk. Twee hatjes. Nee, dit is helemaal niet moeilijk. Het is gewoon super logisch. Kijk, ze staan in de gate. Oh. Waarom word ik nou weer geraakt? Wat een bullshit dit. Kom, we zitten een keer tussendoor geraakt. Nee! Oh, de verre shot. Oh, de verre shot. Yo, let op. Ja, ik let op. Ah. Oh! Oké, okay, boom. Hè, hè. En ik kan Lassie te hebben. Lassie heeft ervaring met Dragon Eggs, hè. Snap je? Mm-hmm. Dus hij weet precies hoe... Als hij stil is, dan moet je oppassen. Ah, oh, kom op, man. Dit is toch verschrikkelijk. Ik kan niks. Ja, totdat ik de pijlen op zijn, want we moeten nog 10 rondes. Of 8 rondes. Oh, dat gaan we niet doen. Hoi Eva. Hallo. Ik zie je staan. Wat? Die was raak! Nope. Oh. Oh. Lars, misschien moet je even helpen. Waar ben je? Schat! Hij gaat ervoor, hoor. Rechts! Ja, oh, ja, als ik hem sla, dat is super moeilijk. Het scheelt echt niks. Oh, nee, Vincent. Nou. Ja, opbok jij. Ik ben dood. Oh, oh, ik kom gewoon niet langs Giel. Giel is echt het meest vervelende. Lars is helemaal niet zo... Giel, bok of smerige camper dat je er bent. Hoezo camper? Ik kom je net aangerend. Nee. Dat gekke dus. Teamwork in één keer. Ja, we komen er niet langs. Jullie hebben al twee keer dat ding gesloopt. Lars is boven op het... Lars is boven. Lars, kom terug. Ah, ik kom hier gewoon niet langs. Ja, maar wij verspillen wel 80 arrows. Ja, dat is leuk, maar ik kom er niet langs. Wat? Huh? Hoezo kan je spam killen? Dat is 1.8. Oh ja, we spelen 1.8. Ik heb net de hele tijd op 1. Nee. Ah. Wow. Dat was een gekke... Ik heb Giel de hele tijd op 1.9 proberen te killen, waarom? Giel, Vincent komt eraan. Ja, dat is mooi. Je schiet wel naar je toe, dan kun je sneller vechten. Gelukt het, Eva? Ah, sterrenvlaags! Vuur! Giel, het jou even Ik heb volgens Sofie veel meer kunnen dan ons. Yep. Hoezo? Ja, weet niet. Hoi, Eva. Sla! Niet zo knap! Echt, oh, dan sla ik jou wel dood. Ja, dat was... Potverdorie. Je moet klappen. Je moet niet schieten van zo dichtbij. Hij komt met een pickaxe. Luister. Hij komt met een pickaxe op je afrennen. Waarom ga je dan met een boog staan? Ik had eigenlijk helemaal geen idee waarom ik die pickaxe in mijn hand had. Want de muur was al open. Dus. Jeetje. Echt met je boog, man. Wat? Twee keer raken. Hoezo dan mis? Opbokken jij. Deze is bijna dood, Lars. Oh. Huh? Ja, laat hem leven. Als het kan. Oh. Dankjewel. Eén veldje. Opbokken, Lars. Oh, dit vel is echt stressend gewoon. Ik vind het niet leuk. Nee, ik haat dit spel ook. Waarom? Omdat het stressend is. Jullie hebben nog kans zat. Lars, als je We moeten er nog drie lucky blocks, als er met drie van die spongebox kapot gemaakt worden, dan zit hij een lucky blocks over. Nu al? Zo snel? Ja. Oh. Ja. Oh, ik haal het allemaal niet in mijn eentje. Zie je? Ja, achter je, Lars. Oh, er gaat er een langs. Ah, fuck off! Dit is zo genaaid! Wat een k-
kutspel! Echt! Fuck! Rustig. Ah, oh, stomme 1.8 PvP, wat haat ik je. Op de momenten dat ik je nodig heb, dan kom je niet. Ja, niet. Ik kan niet rennen. Dat is ook niet te doen hoor, schiet me maar uit. Hoeveel pijlen heb jij nog wel niet, Giel? Anderhalf stek. Ja, weet je wat het is? Je kan ze ook oprapen. Ja, dat snap ik. Oh, dit is echt erg. Schat, Lars gaat links. Jij bent één hartje en dan ben ik dood. Nee, dat komt weer uit. Dat is. Bok op, jij! Ja, ik had je als ja, ik had je graag met een pijl, dus dan heb ik één hartje kost. Nee, Vincent. Ja, bok. Wat? Ik kon je niet eens slaan. Hoe dan? Zeker. Oh, gaat het goed of? Nee. Dit is echt. Er moet iets zijn. Ja, ik snap het, maar je kan niks. Ik zet één bot wel aan, ja? Ik had lang op rennen, maar dat lukt dus niet. De game had ik had hem wat beter moeten balancen. Nu ja, inderdaad. Echt... Zo, hè, Lars dood. Ik heb echt mijn bow-feeling gewoon verloren. Komt door mijn PvP, oh shit. Oh, ja, ik heb niks. Als je eenmaal niet kan regenen, joh, dat is verschrikkelijk. Heb ik geen eten meer? Jawel. Ja, maar dat duurt een half uur. Wow, dit is ook niet te doen. Ik kom nooit voorbij twee, man. Nee, hoe denk je dat... ik wou net zeggen, hoe denk je dat wij de hele tijd... Hoe denk je dat wij de hele tijd al lopen te kloten? Je gaat naar de sterren en er vandoor. Oh, shit. Wat? Oh. Hoeveel hartjes heb jij? Oh. Ja, fuck. Oké, die is kapot. Oké. Niks. Hoeveel hartjes had jij net, Lars? Een half. Oh, fiets. Ik had jou één keer meer gecritical hit, volgens mij. Ja, en daarna sloeg ik jou twee keer. Oh shit, daar heb je hem al, hoor. Gekke meneer met een zwaard. Ja, ik kan helemaal niks hier. Oh, ik heb je! Lekker! Lach me maar even in de rug. Oké, dit gaan we nooit winnen. Kom op. Yeah. Oh, waar is Lars? Bovenop zeker. Ja, ze zijn aan het crouchen, volgens mij. Ja, ik ook. Klopt. Daarom ben ik nu op punt aan het schieten. Daar is Lars. Nou, okay, ik vind het wel leuk dat jullie naar boven gaan en zo. Nee, maar, ik ben er nog. Surprise! Jullie doorrennen. Ja, hoe? Er staat namelijk iemand voor. Oh, shit, ben dood. Schat, blijf daar schieten, ik sta bij hun dinges. Oh. Daar hebben ze niet al aan gedacht. Dit is wel vervelend. Oh, shit, man. Oh. Ik kan dat niet. Ze zijn met tweeën, ze gaan naar alle kanten op, ja. Snel, daar, snel! Ja. Oh my god, really? Lieve schat, ze komen aan de zijkant allebei. Hoe kan ik dit doen? Ja, ik zeg toch niks. Ik bedoel alleen, really, zijn ze er alweer? That's it. Oh. Ja, dat is lucky voor jullie, dat alles een lucky box gaat openen. That's it, dat is het enige wat ik zeg, me niet. Met Lucky Block openen begint iedereen toch standig met 10 Lucky Blocks. Dus dat is ook enig voordeel. Als jullie niks weten te sloten. Niet killen, ja. 1, 2, 3, 4. Alsjeblieft. Ik heb niks gedaan. Oh. Oh. Vincent is de rest van de deur. Pak hem! Ja, rustig. Oh, lekker! Jullie hebben zo'n zwaar mazzel de hele tijd. Tactics. Ah, oh, nee, dat is gewoon luck. Nou, dank je. Lars, ik schoot je. Oh. Had je mij door dat ik daar stond? Ja, ik stond achter je, in het midden. Ik zag je. Ik moest het alleen nog even zeggen, maar... Yo, yo. Oh, lol. Ik dacht dat een vent was die voorbij liep. Ja, dat ben ik ook. Ik sta bij jullie spons. Nee, maar... Denk, joh, laat ze allebei leven. Ik ben bijna bij hun spons. Hoi, Eva. Nee. Boom! Oh. Oké, ze hebben nu een opening, Lars. Ze hebben een opening. Oké, okay, oh ja, waren er al vijf. Nu mogen we openen dus. Ja, ik ga even iedereen te tweeën. Oké, okay, iedereen naar zijn hok. Oh, eindelijk, schat, we hebben nog een paar Lucky Blocks kunnen redden in de laatste paar seconden. We hebben er al gekregen. Zo, oké. Nice. Dan gaan we allemaal in hetzelfde hok. Oh ja, is genoeg ruimte. Oké. Okay. Hoeveel Lucky Blocks heb je, schat? Iedereen krijgt er 10 bij. Dus, nou, dit is het aantal Lucky Blocks dat je hebt. Wij hebben er 15. Waar is Giel? Die staat hier. Ik zie Giel niet. Giel, relog is. Doe een slash spawn point, jongens. Giel, zet laten zien, waar ben je? Want je bent hier niet. Ik sta hier. Oh, nu pas. Oké, ja, nu zie ik je. Oké. Spawn point. Boeken. Mag ik hem nog gewoon openen? Ja. Oh, fuck. Fuck. Nee. Je mag slash kill doen. Oh. Waar komt dat ding vandaan?
Ja, jullie hebben zulke zieke shit, dat weet ik nou al. Doei. Doei, Lars. Oh, jullie hebben zulke zieke shit. Weet je nou? Omdat ik dat gewoon mijn gevoel... Maar wat nou als ik voor de gein lag? Oh my god. Oh. Ik hoop jullie zoveel vuurwerk poppen, dat ga ik nooit redden. Ik heb zoveel lag. Lijmend. Bob, hoe kan je nou... Bob, die loopt op dat ding. Hoe kan je dat ding nou niet trappen? Uh-oh. Oh! Oh my god. Oh. Schat, we hebben mazzel. Ja, ik zal. We hebben zo'n mazzel nu. Ik ga ze rekken en hard ook. Oké, hoeveel lucky blocks moeten jullie nog, jongens? Ik heb er nog 23. Jemig, Lars, jij bent echt sloom. Nee, we hebben nog veel. Ik ga de hele tijd dood. Oké, schat, ik heb ze allemaal geopend. Jij ook, liefje? Nee, ik heb er nog een paar. Ja, waarom heeft iedereen zoveel lucky blocks? Oh, en dat ik heb gekregen van Giel. Van Giel? Ja, ik heb er 4 gegeven. Ik vond het niet eerlijk. Au. Lief, hè? Poepoe. Ah, die Elder Guardian. Poepoe. Poepoe. Oké. Ik heb nog 3. Oké, nou, go. Ja, ik kan niks hakken. Oh, die moet nog open, ja. Ik kan niks hakken. Meen je niet? En dan heb je dit dingetje gekild? Wie heeft die gekild dan? Jij. Ik heb helemaal geen Lucky Villager gekild! Waarom is hij doodgegaan dan? Ja, hoe moet ik dat ruiken? Omdat hij unlucky was, of? Er stond geen houdbaarheidsdatum bij. Ja. Ik heb iets goed. Schat. Oh, kijk eens. Ja. Dat bedoelde ik niet. Hé, schat. Ik heb echt iets chills. Ja, laat ik dadelijk al zien. Nice. Okay. Maar nu heb ik al wel spullen dat ik niet kan gebruiken. Oké, zijn jullie al klaar of hoe zit het? Bijna. Ik ben klaar. Oh. Ik ook. Oh, nog luckier. Oh, echt die villages die jij hebt. Oh. Ik heb niks gekild! Oh. Ik heb helemaal niemand gekild. We gaan het hier bij de tegenstander. Goed. Willen jullie misschien een stenen zwaard hebben? Misschien dat jullie dan nog wat hebben. Bok of jij. Alsjeblieft. Heeft iemand nog een villetje? Oké, iedereen klaar? Ja, zeker. Oké, cool. Schat, ben jij klaar? Ja. Heb je alles wat je hebben wil? Ja. Oké, ik ben er klaar voor. Lars, waar is het gevecht arena? Ik heb er geen gemaakt. Kunnen we gewoon hier gaan vechten. Gaan we hier vechten? Maakt toch niet uit. Oké, jullie in die hoek, wij in deze hoek, ja? Lars. Oh, we gaan wel beginnen. Oké, go. Ben je dood? Ja. Oh, shit. Ja, je respawnt wel, maar dat maakt niet uit. Je bent wel gewoon... Sloes. Oh my god, Lars, jij hebt het ook. Fu. Ik heb het veel beter. Jullie zitten gewoon met z'n twee op mij te focussen. Nee, niet waar. Ik word jouw kant op geschoten. Dan is het niet zo goed, toch? Oh! Ik ben dood. Oh, nee. Ik heb 1 hart. Oké. Lekker, schat! Hier. We hebben gewonnen! Deze voor de win! Goed gedaan, schatje! Woep, woep! Zie je? Jullie geluk in het begin hebben jullie gewoon geraakt. Karma noemen ze dat. GG. Mensen, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze nieuwe Lucky Block. Vond je dit nou een leuk idee of een leuk spelmode? Laat dan even een reactie achter. Mocht je ook een tof hebben, laat het dan even weten. Hopelijk zien we jullie de volgende keer weer bij een nieuwe Lucky Block. En zoals gewoon ik zeg, ik tegen jullie mensen altijd, ciao! Yo!